Ja, dat heb je in een huwelijk ook. Hè. Op een gegeven moment moet je zeggen van, het was leuk, het was gezellig, maar zo gaan we niet verder. Koekoek, ga met die banaan. Ja, domme, weer zo'n reclamefilmpje. We kunnen er gewoon niets aan doen, want als we eind dit jaar niet 50.000 betalende leden hebben, is het klaar met Poont. Dus word nu snel lid voor maar eenmalig €5,72. Rondom Henk Krol is altijd wat te doen. Wordt hij niet beschuldigd en vrijgesproken van fraude, dan is hij wel onhandig op social media. In het voorjaar verliet hij de partij 50PLUS en richtte hij zijn eigen partij op Partij voor de Toekomst. En juist daar is hij nu weggegaan. Hoe is het met Henk? En met wie heeft hij vandaag ruzie? Meneer Krol, de laatste keer was de aanleiding natuurlijk een stuk feestelijker. Ik kwam bij u op visite en we hadden een lekker stukje taart. Zeker weten. Nu is de aanleiding wat droeviger. U stapt op bij Partij voor de Toekomst. Ja, partij die ik zelf heb opgericht. Ja, hoe heeft het zover kunnen komen? Ja, het idiote was dat wij werden op een gegeven moment aan elkaar voorgesteld door Harry Mens. En die zei, deze man kun je helemaal vertrouwen en dat gaat helemaal geweldig worden. En ik had ook echt het idee dat het geweldig ging worden, omdat politiek gezien wij op één lijn zijn. En dan hebben we het over meneer Otte? We hebben het over meneer Otte. Maar gaandeweg bleek dat zijn werkwijze toch een andere was dan die van mij. En ja, in de politiek is een politiek standpunt heel belangrijk. Maar als de werkwijze van iemand zo haak staat op hoe ik met mensen omga, dan denk ik, ja, dat kan niet. Ging u met pijn in het hart weg? U heeft er tenslotte toch een hoop tijd in gestoken? Ja, het is nooit leuk als je moet breken. Maar je moet natuurlijk wel voor jezelf heel eerlijk overwegen. Wil ik hier mee verder gaan? Op een manier waar je politiek het met elkaar eens bent, maar waar je als mens gewoon niet bij elkaar past. Ja, dat heb je in een huwelijk ook. Hè. Op een gegeven moment moet je zeggen van, het was leuk, het was gezellig, maar zo gaan we niet verder. Maar u heeft al wel een paar slechte huwelijken gehad dan? Nou, dat valt wel erg mee. Bent u een moeilijke echtgenoot? Nou, vast wel. Ik ben vast een hele moeilijke echtgenoot. Er was een oprechte chemie tussen Femke Merel van Koten en u. Als u op vrouwen zou vallen in plaats van op mannen, wie zou u dan doen in de Tweede Kamer? Femke. Ja, natuurlijk. En niet Femke Halsema, want die zit niet in de Tweede Kamer. Die, maar nee, die niet. Nee, Femke Merel, ja. Zij gaat nu haar eigen partij beginnen. Ja. Wat vindt u daarvan? Nou ja, luister, ik vind andere partijen vind ik niet zozeer een bedreiging. Er wordt ook steeds aan mij gevraagd, ga je nu afzetten tegen 50PLUS? Nee, wij strijden voor eenzelfde zaak. Ik heb in de Kamer de afgelopen weken Femke al meerdere malen publiekelijk vanaf het spreekgestoel de complimenten gegeven. Maar heeft u overwogen bijvoorbeeld ook om haar partij te joinen? Nou luister, hoe lang is dit nu in gang gezet? 24 uur zo'n beetje. Als daar behoefte aan is, ik ben altijd bereid om met iedereen te praten. Maar ik ben vanaf heden wel een stukje waakzamer geworden, want ik leer van mijn fouten. Ja, ik hoorde op de radio dat u uw eigen partij gaat beginnen, klopt dat? Ja, een nieuwe partij? De mensen met wie ik al jaren heel prettig samenwerk, die hebben mij gezegd, je kan je kiezers niet in de steek laten. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, waar rook is, is vuur. Bij de vorige partij toch, gedoe. Nu hier gedoe. In hoeverre zou het probleem bij u kunnen liggen? Oh, dat geloof ik ogenblikkelijk. Maar ik ben iemand die fouten altijd toegeeft, naar mezelf kijkt en dan zegt, kan ik het vanaf nu beter doen? Is het een beetje zonder wrijving geen glans? Dat geldt ook altijd. Maar ik vind oprecht, als mensen leren van hun fouten, dan zijn fouten minder erg dan wanneer mensen halfstarrig blijven volhouden. En wat denkt u dat uw grootste les is geweest? Dat je mensen niet zo snel moet vertrouwen. En dan hebben we het over Jan Nagel, nee, meneer Otte. Nou, ik ga dan geen specifieke namen noemen, maar ja. Je moet altijd een beetje opletten van wat is de dubbele bodem. Ik heb die dubbele bodem niet, want ik kan morgen stoppen en ik heb een prachtig pensioen en ik kom er wel. Maar er zijn andere mensen die gaan niet de politiek in om de belangen van de kiezer te dienen, maar die zitten daar omdat ze een baantje nodig hebben. Henk, slapen doen we 's nachts. Wij blijven wakker. Zo is het. Bravo!